Iedere vrijdag, Kees van Amstel. Ik vind een hoop dingen zielig. Mensen in oorlogsgebied, mensen met honger, mensen die ernstig ziek zijn. Slachtoffers van grote en kleine rampen, mensen met allergieën, zelfs gluten. Mensen zonder loten in een straat waar de prijs van de postcode loterij op is gevallen. Mensen met cadeaubonnen van failliete winkels. Mensen met cadeaubonnen van nog bestaande winkels. GroenLinksers met afwijkende meningen. Tom Dumoulin en zijn knie, vegetariërs in Spanje. Alle mensen met een ziek dier of een gevaarlijke rotonde in Hart van Nederland. Mensen bij kassa of radar met een slecht gelegde houten vloer. Mensen die door Peter R. de Vries of John de Heuvel of Astrid Joosten geholpen moeten worden. Mensen die dicties moeten schoonmaken na een festival, VAR, scheidsrechter, stadswachten. Kortom, ik heb echt wel empathie. Maar wat blijkt, er is nog een vergeten groep. Helemaal gemist, geef ik eerlijk toe, die mijn warmte en steun nodig heeft. Volkert van der Graaf heeft aangifte gedaan tegen CDA-kamerlid van Torenburg en oud-VVD-kamerlid Ten Broeke vanwege smaad en laster. Ja, smaad en laster, mensen. Ik bedoel, je hebt zo'n goede naam opgebouwd binnen het moordenaarsgilde en dan gaan ze een beetje zeuren dat je je afspraken niet nakomt. Nou, en je kent Volkert, hè? Die pikt dit niet. Want als er één ding is waar hij niet tegen kan, dan is het wel onrecht. Ja, dan heb je hem. En als het rechtssysteem daarom vraagt, nou, dan kaatst hij terug. Nou, en Volkert, je liet zich van zich horen in zijn sterkst mogelijke bewoordingen. De moordenaar van Pim Fortuyn vindt dat uitspraken van het tweetal over hem niet door de beugel kunnen. Niet door de beugel kunnen. Hoe hij behandeld werd. Kijk, hij blijft netjes, hè, want zo is Volkertje ook nog. Ja, zeg, een beetje onze moderne Balthasar Geras door het slijk halen. Ja, en er was meer. Volgens een advocaat werd zijn cliënt ten onrechte neergezet als onbetrouwbaar. En dat kun je gezeur vinden, maar in zijn tak van sport wil je het etiket onbetrouwbaar toch niet op je blazoen hebben. En wat denk je? Het nieuws, een uur later. Nog iets veel ergers. Iemand uit hetzelfde métier die ook zeker ons aller empathie verdient. Zo'n schrijnend verhaal, ja. En alweer een moordenaar. Volgens mij doen ze het er gewoon om in dit land. Hier, deze gast. In het hoger beroep tegen Michael P. Die is veroordeeld voor het verkrachten, ontvoeren en doden van Anne Faber. Deze Michael P. was bij zijn aanhouding stevig aangepakt door agenten. En nu was, ja, echt schandalig. Luister, het is ten hemel schrijnend. En ik zal alweer te link zijn. Maar ik vind het schrijnend, want dit zei Michael P. Hij zegt dat hij zijn backhand niet goed kan gebruiken bij tennis. Kennelijk tennis die in detentie. Oké, het is een zware crimineel, weet ik. Maar geen backhand meer. Amnesty International. Als onze moordenaars zelfs niet eens meer fatsoenlijk kunnen tennissen, waar gaat dit land dan naartoe? En wat, nog meer? En dat hij niet lekker op zijn rechterzijde kan slapen. Kijk, dan ben je moordenaar en verkrachter. Maar niet lekker slapen op je rechterzijde, dat gun je je ergste vijanden niet. Nou, ik hoop maar dat deze misstanden snel worden aangepakt. En vooral, hè, weer als het weer even, dat je weer even lekker kan tennissen, Michael. Zeker nu het weer zo lekker wordt. En als mensen daar moeite mee hebben, ja, tegen die mensen zou ik willen zeggen, luister dan naar wat Willem Holleder over zichzelf zei. Willem Holleder noemt zichzelf absoluut geen monster. Hij zegt, ik heb eigenlijk altijd het beste voor gehad met mensen in mijn omgeving. Het beste voor hebben met mensen in je omgeving. Als we dat allemaal zouden doen, hè, dan zou de wereld er een stuk mooier uitzien.